Zien hoe iemand gered wordt, kijken achter het stuur van een brandweerwagen en echte brandweerkleding passen. Het is een groot feest bij de brandweer in Amsterdam en veel kinderen zijn komen kijken. Ik vond het gewoon interessant om allemaal oude auto's en zo te zien van het brandweer. Waarom? Ik vind het gewoon leuk van de brandweer, want ze riskeren een beetje hun leven om ons te redden. Omdat mijn broertje een groot fan is van de brandweer, dus ik vond het ook wel leuk om mee te gaan. Nou, ik heb nog niet echt met een brandweer kunnen praten, maar voor... Zijn er wel genoeg? Ja, inderdaad. Maar om 1 uur zei iemand ook dat ze gingen duiken, de brandweer, dus dat gaan we ook leuk kijken. Er valt hier dus van alles te leren en te zien over de brandweer en je kunt hier ook ontdekken... hoe het is om een echte brandweerman te zijn. Brandweerman Bart. En er staan ook oude wagens, want ja, ze bestaan dus al 150 jaar. De brandweer van Amsterdam bestaat sinds 1874, 150 jaar dus. En is daarmee de eerste beroepsbrandweer van Nederland. Voor die tijd waren er in alle wijken van de stad speciale emmers en ladders die bij een brand gebruikt konden worden. Iedereen die in de buurt was, kon dan helpen. In de 17e eeuw werd de brandspuit uitgevonden, waarmee water uit de gracht kon worden gebruikt om te blussen. Maar toen het toch een keer misging met het blussen van een grote brand, werd besloten dat er ook professionele brandweermannen moesten komen. De beroepsbrandweer dus. Oh, daar gaan we. Ja. Gaat best snel. 30 meter hoog. 30? Ryan De Haan is brandweerman en heeft bedacht om het feestje groots te vieren. Hij wil ermee laten zien dat het werk van de brandweer ontzettend leuk is om te doen. Bij onmakkelijke situaties, waar mensen hebben geen idee wat zij moeten doen, paniek. En wij kunnen een beetje rust geven, wij kunnen iets doen. Soms is het best wel spannend, maar wij weten wat wij doen. Kunnen we weer naar beneden? Ja, zeker. We gaan naar beneden. Weer veilig op de grond. Ja, wel mooi al die wagens. Je bent niet heel erg onder de indruk. Nee. Maar sommige kinderen hier zijn extra geïnteresseerd in de brandweer. Ze hebben als hobby om foto's te maken als de hulpdiensten in actie komen. Ik zelf ben een soort van 1-2 fotograaf. Dus ik maak veel foto's en filmpjes van voertuigen. Ja, de voertuigen denk ik wel en hoe ze het doen. En bij deze geslaagde reddingsactie kun je dan natuurlijk extra mooie foto's maken.